Hi, ik ben Andrea van bij Andrea Jansen en vandaag gaan we een mandarijncake maken. En bij die mandarijncake vervangen we een deel van de boter door de yoghurt. En daardoor krijg je een hele frisse en smeuïge cake die super lekker is. Laten we beginnen. We gaan starten met de voorbereidingen en ik start met het voorverwarmen van de oven op 180 graden Celsius, zodat hij goed warm is. En daarnaast ga ik alle ingrediënten één voor één afwegen en dat komt heel nauwkeurig, want anders mislukt de cake. En ik zorg ervoor dat al mijn ingrediënten bij kamertemperatuur zijn, want dan wordt de cake het meest luchtig. Vet de cakevorm in met boter. Snijd de mandarijnen doormidden en pers het sap eruit. Mix in een kom 115 gram boter gedurende 2 minuten totdat hij luchtig is. Voeg dan 200 gram suiker toe en mix nog eens 2 minuten op een hoge stand. Voeg 2 eieren maat L toe. Doe het tweede eier pas bij als het eerste helemaal is opgenomen. Schenk 75 ml mandarijnsap en 125 ml yoghurt erbij en mix nog 1 minuut. Dan schep je 200 gram zelfrijzend bakmeel en het zout erbij en meng je dat met de mixer op lage snelheid door het beslag tot het net gemengd is. Giet het beslag in de cakevorm en bak 40 minuten in het midden van de oven. En nu gaan we deze cake 40 minuten bakken in de oven. Laat de cake 5 minuten bij kamertemperatuur staan en haal de cake dan uit de bakvorm. Laat hem verder afkoelen op een rooster. Zo, en mijn mandarijncake is klaar om te serveren. Maar ik ga hem natuurlijk eerst eventjes zelf proeven. Hij is heerlijk zacht en zoet en je proeft een vleugje mandarijn. Deze cake geeft je 8 plakjes. Maar wil je een grotere cake maken, dan verdubbel je gewoon de ingrediënten in dit recept. En dat kun je heel makkelijk doen met de rekenmachine die je terugvindt op mijn blog. Want die rekent het precies voor je uit. En ik ga nu genieten van een kopje thee met deze heerlijke mandarijncake. Tot de volgende keer! Bedankt voor het kijken naar deze video. Het volledige recept vind je terug in de beschrijving. Vergeet niet om te reageren, te liken en te abonneren op mijn kanaal. Op mijn blog en op mijn kanaal vind je meer dan 100 heerlijke en makkelijke recepten terug voor elke dag. En onthoud, it's a good taste.